Hoi lieve allemaal, welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden. Dit is de een na laatste in de rij van 12. Deze is voor de kreeft. Gebruik altijd je intuïtie, ik zeg het er weer voor de nieuwkomers even bij. Deze boodschap kan nooit voor iedere kreeft bedoeld zijn. Dus gebruik je intuïtie. Neem mee wat je kan gebruiken en laat gaan wat je niet kunt gebruiken. Daar gaan we. Voor de kreeft. Die stak er zo mooi uit en die pak ik dan. Wat dwarslicht. Waar bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Nou, die zijn te verleden. Advieskaart naar bij je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. Nee, die niet. Die wil ik. En de conclusie. Leidraad voor deze reading en voor deze kreeft is de kaart healing. Daar kom ik zo op terug. Bij de advieskaart nabij je toekomst zou ik graag een verklarende kaart willen. Uit de set van Sandra en Taylor. Die kaarten kun je rechtop en op de kop duiden. Geef dan een specifiek antwoord. Surrender kaart voor deze kreeft. Voor de kreeft. Ja, daar komt hij. En nog een extra kaart uit het wijsheid van het universum. Dat heb ik heel lang niet meer gebruikt. Die heb ik even uit de kast gehaald. Er zitten ook wel hele mooie kaarten. Ja. Top. Oké. Allereerst ga ik naar de healing kaart, lieve kreeft. Deze kaart geeft de boodschap eigenlijk dat als die tevoorschijn komt, ben je er eigenlijk klaar voor om oude wonden te laten helen. Dat gebeurt niet met een of ander toverstafje of zo, dat een of ander engel bij je komt en die gaat je wonden helen. Moet je er wel zelf iets voor doen. En dat is, nou, eigenlijk hoef je niks te doen. Je moet juist uit je hoofd en het eigenlijk gewoon ervaren. Wonden helen namelijk alleen maar als je het doorvoelt. En als je bereid bent het verdriet, de boosheid daarover te doorvoelen en te uiten. Voor jezelf. Ja, dus als iemand je in deze dagen kwetst, reageer niet. Maar keer naar binnen, voel wat er in jouw lichaam gebeurt. Je pijnlichaam die daaraan bezig is. Voel de pijn die daar zit opgesloten en die wil worden vrijgelaten. En nogmaals, wonden heel je dus alleen maar door voelen. En uit je hoofd, niet met je denken. Denken veroorzaakt een nog veel grotere wond. Denken blijft alleen maar in cirkeltjes draaien en piekeren. Dus voelen. Daar gebeurt de heling. Oké. Leidraad voor deze kreeft. Goed.
Ja. Nou, ja, er is nog veel verdriet. En ook wat voor wat betreft schuldgevoel. En daarmee put je jezelf eigenlijk uit. Eigenlijk kan ik al heel snel zien dat deze kreeft veel te streng voor zichzelf is. Laat ik dat voorop stellen. Dat zie ik hier. Eigenlijk ben je wat tyranniek voor jezelf. En dat wordt een burden, dat wordt een last. Tyranniek voor jezelf, eigenlijk dat je niet aan je eigen verwachtingen voldoet. Dat het altijd beter moet, altijd sneller, altijd meer. Het is eigenlijk nooit goed genoeg. Maar dit komt natuurlijk ergens vandaan, dit gedrag. En het kan maar zo zijn dat er een volwassene in jouw leven van invloed is op die burden die jij met je meedraagt. En dat is dan een oude invloed. Dus het kan een moederfiguur zijn, dat kan een vaderfiguur zijn, dat kan een oude docent zijn waar je lang les van hebt gehad. Het kan een oma zijn, een opa zijn, whatever. Het is iemand zo, namelijk die wat hooghartig is, die nooit zijn eigen gelijk ongelijk toe kan geven, dominant tyranniek, altijd van een ander behoorlijk veel verwacht. Ja, en als je daar je wat van aantrekt, als je daar nog gevoelig voor bent, dan wordt dat een enorme last. Het kan zijn dat het je innerlijke stemmetje is geworden. Deze energie put je uit. Dit is de kaart van exhaustion, uitputting. En het gevolg van deze energie, deze invloed, en waar jij je dus mee hebt geïdentificeerd, zorgt ervoor dat je eigenlijk wat minderwaardig over jezelf af en toe kan denken. Dat je nooit goed genoeg bent en dat de ander beter is dan jij. Dat zegt deze kaart. Dat je ook altijd de neiging hebt om je, of niet altijd, maar veel de neiging hebt om je te vergelijken met anderen. De bamboe is beter dan de eik, of de eik is beter dan de bamboe. Maar dat komt natuurlijk voort uit minderwaardigheidsgevoelens. En juist hierdoor krijg je minderwaardigheidsgevoelens. Het is een tyranniek gedrag. Het is iemand die hooghartig is. Die zelf denkt dat ze perfect is, maar dat ook van anderen verwacht. Ik zal hem eens voor je. Daar is het boekje voorlezen. Dat is belangrijk voor je, want dit put je helemaal uit. Het wordt een grote last. Burden. Eens even kijken. 75. De wonden zijn ook veroorzaakt hierdoor. Lieve kreeft, laat de woorden even tot je doordringen. Als we de last dragen van geboden en verboden die ons door anderen zijn opgelegd, worden we als deze afgetakelde, zwoegende figuur die probeert omhoog te komen. Loop harder, doe beter je best, op naar de top, schreeuwt de dwaze tiran die hij op zijn schouders draagt. Terwijl de tiran zelf uitgedost is met een hooghartige haan op zijn hoofd. Als het leven je deze dagen een worsteling van de wieg tot het graf lijkt, kan het tijd zijn je schouders op te halen en te kijken hoe het voelt als je zonder deze figuur op jouw rug loopt. Je hebt je eigen bergen te bedwingen, je eigen dromen te vervullen, maar je hebt nooit genoeg energie om daaraan te werken als jij je niet bevrijdt van alle verwachtingen die je van anderen hebt overgenomen, maar nu als jouw eigen beschouwt. Waarschijnlijk bestaan ze alleen in je eigen hoofd, maar dat betekent niet dat je er niet onder gebukt gaat. Het is tijd om ze van je af te werpen. Kijk, dit soort mensen die manipuleren anderen, die bewerken anderen. Liegen ook. Kijk,
Dat zegt hij ook van, zie de leugen, kijk tot diep in de leugen van je persoonlijkheid. Want als je de leugen ziet, betekent dit dat je ophoudt met liegen. Als je niet meer liegt, betekent dit dat je niet meer op zoek gaat, bent naar de waarheid. Dat hoef je niet meer. Zodra de leugen verdwijnt, is de waarheid er in al haar stralende schoonheid. Zodra de leugen gezien is, verdwijnt ze en wat overblijft is de waarheid. Kijk, als je onder invloed hebt gestaan vroeger van een wat tyrannieke persoon, hè, wat je dus eigenlijk nu ook zelf overgenomen hebt in je hoofd, dan ben je als kind misschien wel bang geweest voor straf. En als je bang wordt voor straf, dan ga je liegen. Dan ga je de waarheid verbergen. Uit angst dat je ouders niet trots op je zijn. Of uit angst dat er niet van je gehouden wordt. Precies zoals je bent. Deze hooghartige mensen liegen zelf ook. Wat ik al zei, als je hierdoor bent beïnvloed. Als je dit hier in je invloedssfeer hebt gehad, in de opvoeding als kind. Dan, deze mensen die denken altijd gelijk te hebben. Maar dat is natuurlijk de grootste leugen die er is. Ze zijn zelf niet bereid om hun eigen aandeel in te zien. En ze wijzen, kijk deze wijst ook hè, naar de ander. Ze wijzen ook altijd naar de ander. Dat kan ook, ze zijn hooghartig. Zelf doen ze nooit iets fout. En de ander heeft het altijd gedaan. Deze zit in jouw hoofd, lieve kreeft. En deze invloed heeft jou eigenlijk dus soms voel je daar minderwaardig door. Dat je niet goed genoeg bent. Altijd in de ogen van. Maar dat stemmetje heb je zelf nu als innerlijke criticus in je hoofd. Dat put je helemaal uit. Het is, kijk, er liggen hier twee kaarten. Dat het voor jou heel erg belangrijk is om oude dingen te laten gaan. Letting go en ripeness. Je bent er klaar voor om die wond te helen. Kijk, zo'n struik, die laat eigenlijk, de natuur laat altijd zijn vrucht los als er gewoon geen groei meer hoeft te zijn, als die uitgegroeid is. Dat zou bij een mens ook moeten zijn. Alles waar je niet meer van groeien kan groeien, moet je loslaten. Maar zo kan het ook zijn dat je bepaalde mensen waar jij niet meer van kunt groeien, wellicht los moet laten. Of in ieder geval die overtuigingen los moet laten. Ja, dat ligt er maar op. Beperkende overtuigingen loslaten. Die deze bij je brengt. En inmiddels jouw eigen innerlijke criticus is geworden. Doe beter je best. Loop sneller. Het is nooit goed genoeg. Wat er ook kan gebeuren door mensen die altijd gelijk willen hebben en nooit hun eigen, zelf ook hun eigen, ja, de grootste leugen is dat ze altijd gelijk hebben, dat deze mensen je ook heel veel schuldgevoel aan kunnen praten. Heel veel schuldgevoel aan kunnen praten. Het is altijd namelijk, wijzende vinger, het is altijd de schuld van een ander. Zij zijn zo arrogant eigenlijk. En dat zit niet in jou, hoor, kreeft. Ik bedoel, hij ligt bij jou omdat je hier door bent beïnvloed. En dat je het overgenomen hebt. Maar je gaat er juist zo onder gebukt. Kijk, dit is de last. En het put jou uit. Maar het heeft niets met onvoorwaardelijke liefde te maken. Dit is de kaart van onvoorwaardelijke liefde te maken. Je bent eigenlijk. Het heeft met liefde onder voorwaarden te maken. Als je deze mensen precies doet wat zij wensen, dan lijkt het liefdevol te zijn. Maar niks is minder waar. Want een onvoorwaardelijke liefde kan nooit uitputten. Dus er is iets. Onder het mom van liefde, wat geen liefde is.
En ondertussen word jij te streng voor jezelf. Ga je bijna geloven, deze invloed. Dat wat je over hebt genomen. Ach, daarachter zit veel verdriet. Van juist van tyranniek. Tyrannieke mensen. De last daarvan. En dat je daardoor ook minderwaardig bent gaan voelen. Alsof de ander alleen maar goed genoeg is en jij niet. Er zit natuurlijk veel verdriet achter. Het is ook een onderdrukking. Een onderdrukking van jouw ware zijn. Hè? Dus... Als dit je gebeurt, lieve kreeft, als je hier weer dit weer ervaart, die energie. En dat gaat met name over mensen die tyranniek zijn. Waarvan ze eigenlijk willen dat je aan hun verwachtingen voldoet. En je weet ergens wel met je wijsheid dat dat niet fair is. Maar toch word je erdoor... Word je geraakt in je wond. Als je dat gebeurt, probeer uit het hoofd te gaan. Wat deze kaart al zegt. Want dat put je zo uit, dat je er zo over denkt. Deze is ook over perfectionisme. Deze mensen willen je aanpraten dat je perfect moet zijn. Terwijl het helemaal niet bestaat. Perfect. En het heeft ook niks met onvoorwaardelijke liefde te maken. Het ligt er ook dwars bovenop. He, dus het is heel erg belangrijk voor jou, lieve kreeft, dat je die invloed laat gaan. Maar ook je eigen perfectionisme laat gaan. Want je hebt het dus overgenomen, die innerlijke criticus. He, dus ga je al niet gauw tevreden zijn met wat jij doet. Dat je ook heel vaak schuldig voelt als je niet voldoende doet. Ja, dus wees daar eens van bewust, van wat zich in je denken afspeelt. En dat je nooit goed genoeg doet. En ga ook eens bij jezelf kijken, wanneer je liegt. Liegen... Uit angst voor straf, want dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk angst voor om niet goed genoeg gevonden te worden. Of niet aardig genoeg gevonden te worden. Of niet oké genoeg te zijn. En dan heb je de neiging om verhalen te gaan verdraaien. Want ook dat put je uit. Dus, en het gaat eigenlijk je levensvreugde kosten. Het is de hoop dat je dat gewoon weer terugkrijgt. Maar ook, het is ook je vrees. Dat je gewoon dat je het leven kunt vieren. Ook al stormt het, ook al regent het. Lekker met je blote voetjes in het regenwater. En met gelijkgestemde zielen. Ligt op de hoop en op de vrees. Lieve kreeft, wees niet gehecht aan het resultaat. Als je gehecht bent aan een resultaat. En ook dat je perfecte resultaten wil bereiken. Nou, dat kun je niet bereiken, dus je moet wel liegen om het te kunnen bereiken. Weet je, het put je allemaal uit. Ga helemaal van jezelf houden, precies zoals jij bent. Als je nagaat, hè, stel dat die bamboe zich minder waardig voelt ten opzichte van die eik, want die denkt, oh, ik ben maar een smal boompje. He? Maar als je toch nagaat, want dit is natuurlijk symboliek. Als je toch nagaat dat een bamboe in de steigerbouw kan dienen. In India heb ik daar een steiger van bamboe zien staan rondom huizen die dan gerenoveerd worden of geschilderd moeten worden, whatever. Dan hebben ze wij hebben die stijgerbouw van hoe heet het, die stijger van staal. Maar zij van bamboe, het is zo... ontzettend sterk. Dus die bamboe, die kan door het menselijk oog, door het ego-oog misschien als klein en nietig worden gezien. En dus minder dan de eik. Maar dan
Onderschat je jezelf. Onderschat nooit iemand. Maar ook zeker niet jezelf. Voel je ook niet meer dan iemand anders. Maar weet gewoon dat jij uniek bent. En waardevol bent precies zoals jij bent. En ga niet meer liegen over je ware aard. Ga geen leugens bedenken uit angst om niet aardig gevonden te worden. Of om niet lief gevonden te worden. Of niet oké gevonden te worden. Daar kun je niet meer van. Dat moet je echt loslaten. Het put je uit. Hou onvoorwaardelijk van jezelf. En je verlangt ook naar een ware liefde. Hij ligt bij je situatie. Maar je moet zorgen dat je eerst zelf helemaal stevig geworteld staat in die grond. En dat wil helemaal niet zeggen wat je allemaal in de buitenwereld bereikt. Het wil zeggen wat je in je binnenwereld bereikt. Deze innerlijke criticus, die moet je echt vaarwel zeggen. Niet te streng zijn voor jezelf. En de wond van iemand in jou, bij je opvoeding waar jij mee te maken hebt gehad, die nooit zijn eigen aandeel wil toegeven. En dat moet geheeld worden. Want dat geeft heel veel verdriet. Dat heeft heel veel verdriet gegeven. Want zo iemand manipuleert. Wil echt dat je naar zijn of haar pijpen danst. Geeft het ander altijd de schuld. En daar ga jij ook onder gebukt. Voel wat bij jou op jou van toepassing is, lieve kreeft. Ga onvoorwaardelijk van jezelf houden. En dan komt die ander die onvoorwaardelijk van jou houdt, juist precies om wie jij bent. Hè? Daar hoef je niet om te liegen. Je hoeft niet dingen te verdraaien. Precies, juist, helemaal jij zijn. Zonder maskers, zonder opsmuk. Laat het allemaal gaan. Allemaal die nepheid. Laat het allemaal gaan. Al die overtuigingen over wat wel of niet oké is. Jij bent precies oké zoals je bent. Wees niet gehecht aan resultaat. Gehecht zijn aan resultaat geeft lijden. Dat in grote lijnen voel ik dat ik je dit moet zeggen, lieve kreeft. Ja, en dan dat... Dan word jij echt, dan krijg je een fijne relatie. En dan krijg je iemand op je pad die helemaal voor jou gaat. En ook ja, eventueel kinderen, mocht je daar die wens nog hebben. Het is closeness, dichtbij zijn plezier en iemand die om je geeft. Het is vreugde. Celebrations. Ik zeg ook deze kaart. De waarde in op een waarachtige manier liefhebben. En met een hogere vibratie. Als je single bent, dan is dit een indicatie dat er echt ook een dergelijke relatie voor jou is weggelegd. Je wordt de situatie waarin je nu zit, word jij geleid naar jouw bestemming. Dit is je bestemming. Die ook, je onvoorwaardelijke liefde. Maar op dit moment moet je nog even leren van je oude ervaring uit je verleden. Als jij die wonden gaat, hele lieve kreeft, dan ga je dit aantrekken. Maar eerst dit moet je echt los gaan laten. Zowel de invloed die je vroeger hebt gehad vanuit je jeugd, want daar heb je het van. En dat heb je gewoon overgenomen. En ook het liegen wat je doet. Want omdat perfectie van je werd verwacht. Dus je hebt wel moeten liegen als kind. Dus die burden moet eruit. Wees gewoon eerlijk. Zeg gewoon je waarheid. Jij bent het mooist als jij alles laat gaan wat niet bij je past. En ook laat schuldgevoelens gaan. Lieve kreeft. Ook als je in het verleden hebt gelogen. Laat het allemaal los. Het helpt je allemaal om je dit te manifesteren wat je zo graag wil. Uitputting is, je wil perfect zijn, lieve schat. Dat kan niet.
Ik ben ook een kreeft. Ik heb dat ook heel lang willen volhouden. Kan niet. Ik ben ook. Ik heb dit ook meegemaakt hier. Dit. En later werd ik dit ook. Dat ik mezelf op ging jagen om maar zo perfect mogelijk te zijn. En daarom moest ik. Kon ik niet mijn ware zelf laten zien. Ik durfde zelfs mijn ware zelf niet te laten zien. Maar dat is nodig als je een fijn gezin wil aantrekken. Een fijne liefde wil aantrekken. Onvoorwaardelijke liefde wil leven in een happy, happy family. Maar hij is voor je weggelegd in dit leven, lieve kreeft. Maar heel eerst je wonden uit het verleden. Van deze tirannie. Verdriet daarvan, wat je daarvan hebt opgelopen. En geef je dan over, over aan de wonderen van het goddelijke. Open jezelf voor de wonderen van het moment. Het leven is één grote magie. Als jij openstaat voor goddelijke interventie, goddelijke hulp, dan weet je dat jij wonderlijk geleid wordt naar jouw zielsverlangen. Maar daarvoor moet je eerst oud verdriet verwerken. En wees niet zo streng voor jezelf. Je hebt dat stemmetje overgenomen. Liefde, wees lief voor jezelf. Hier, liefde, daar verlang je ook naar. En dat is ook echt voor je weggelegd. Echt. Maar jij moet heel erg liefdevol voor jezelf gaan worden. Deze liefdeskaart heeft betrekking op de relatie die u hebt met uzelf, een geliefde, vriend of uw familie. Liefde is de ultieme creatieve kracht. Omarm haar en u zult merken dat uw relaties, inclusief die met uzelf, rijker worden. Sluit uw ogen en voel uw spirituele connectie met alle levende dingen op de planeet. Ieder mens, dier, iedere vogel en vis, ieder insect, iedere vlinder, ieder grassprietje, iedere boom en bloem. Die allemaal meedijnen met de oneindige beweging van de schepping. De oneindige stroom van de liefde. Voel dat de levenskracht één is met die van u. Laat uw geest versmelten met de wind, de zon, de maan en de sterren. Stroom mee met de beken en rivieren en versmelt met de oceaan, wolken en regen. Houd zicht op en gevoel voor alles wat bestaat in de schepping. En denk eraan dat de levenskracht die door al deze dingen stroomt, dezelfde energie is als die door u stroomt. Net zoals u ademt, ademen ook de natuur en het universum. Voel jezelf één met de hele schepping en fluister, ik ben. Ik ben liefde waard. Er is niks minder aan jou waardoor jij niet de liefde waard zou zijn. Heel de wonden die deze figuren bij je hebben ongewild bij jou hebben gebracht. Lieve kreeft, komt helemaal goed met je. Laat schuldgevoel los. Laat de pijn los. Jaag jezelf niet obsessief op om van alles te bereiken, om alles te moeten en om alles perfect te doen, obsessief perfect te doen. Laat het gaan. Dat was het. Wees lief voor jezelf, lieve kreeft, in dit proces. En mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan doe ik dat graag. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En dan kun je contact met me opnemen, mocht je dat intuïtief wensen. Dank sowieso voor het kijken. En ja, tot voor de fijne maand mei en tot volgende maand. Bye, Philips.